Graag wil ik u namens Wonen Noordwest-Friesland hartelijk welkom heten bij deze feestelijke heropening, of hoe zal ik het dus noemen? Het feestje, een heropening, want de opening is al heel lang geleden geweest. Maar het feestje wat we vandaag vieren. Mijn naam is Hein Hagenaars, ik ben bestuurder bij Wonen Noordwest-Friesland. Sinds bijna 9 jaar. En wij maken er als Wonen Noordwest-Friesland een gewoonte van om op bescheiden, maar wel gepaste manier stil te staan bij als er wat gepresteerd is. En wij zijn ervan overtuigd dat dit een mooi complex is, waar niet alleen maar in technische zin de kozijnen weer goed zijn, dat de isolatie weer beter voor elkaar is, de topdichtheid, maar ook dat het uiterlijk van het complex er een waanzinnige update van heeft gehad. En dat is belangrijk. Maar nee, Venne, laat ik daarmee beginnen. Dat is ook een complex waar ik een hele bijzondere band mee heb. Tot toen ik wat was het, 2003 in Friesland kwam werken, was ik nog thuis en dakloos in het Friese. En toen heb ik in de woning waar nu ons schaft woont een aantal maanden gebivakkeerd. En dat was voor mij de kennismaking voor het eerst met Friesland en hoe mensen hier met elkaar omgaan. Het was voor mij verbazingwekkend dat in die korte periode mensen hier dan binnen de kortste keren allemaal wisten wie je was. Mensen zeiden ook heel vriendelijk allemaal hallo en goeiedag. Nou, in het Westen is dat vaak anders. Dan loop je maanden langs elkaar heen, jaren langs elkaar heen, weet je niks enzovoort. Een hele prettige vooraankondiging van het leven in Friesland voor mij. Nou, dus op dat moment was het complex natuurlijk een stuk ouder. Het zag er ook, nou, het tand destijds zag er een beetje uit. En toen we een paar jaar geleden begonnen met, we moeten dit complex wat doen, speelden wij ook de gedachte van, we kunnen het wel technisch opknappen, maar zou je niet wat meer moeten doen? Uiteindelijk is huisvesting, kan het ook meer zijn dan alleen maar het dak boven je hoofd en dat je een goed bed in je plaatsje hebt. En dat hebben we met het kantoor, ons eigen kantoor gedaan. Dat moest meer zijn dan onze huisvesting. En ik vind dat dit ook weer een mooi voorbeeld is van een complex wat door die andere uitstraling die het gekregen heeft, meer waarde gekregen heeft. Je zou bijna kunnen zeggen, de mensen die eromheen wonen en een eigen woning hebben, die hebben kunnen profiteren van het feit dat het er nu allemaal kris bij staat. En ik zou bijna zeggen met de collectorbus nog eens langs van mogen we mee profiteren, maar u begrijpt wat ik bedoel. Zo'n complex wat er goed bij staat, daar ga je graag door zo'n straat heen. Dat vertel je graag aan je vrienden dat je hier woont. Buitengewoon belangrijk. En ja, dat feit dat je aan de buitenkant woont, dat is niet altijd gewoon. Woning Noordwest Friesland heeft ook stopjaarlijks heel veel geld in onderhoud. Maar er zijn ook wel eens complexen waar wij dan langs lopen en dan zeggen we, dan hebben we 40.000 euro of 50.000 euro per woning ingestopt. En als je dan langs loopt, dan zie je het niet. Want het zit allemaal aan de binnenkant. En eigenlijk is dat jammer. Je zult ook ervoor moeten zorgen dat de uitstraling van al die complexen samen, dat we hier geloof in hebben naar de toekomst. Dat het er weer mooi uitziet en dat mensen daar blij van worden. Nou, ik word hier blij van dit complex. En dan mag iedereen het wel mosterdpot noemen. Zolang het nog niet. We noemen het zon, hè? Kijk, allerlei mooie namen die ik heb. Maar zolang het maar niet is één pot nat of moppenpot, mag het van mij mosterd zijn. Want ik hou toevallig ook nog heel erg van Friese soep met spekjes erbij. Dus wat mij betreft is het allemaal prima. Vroeger was het van Rocco. Kijk, en toen ik een tijdje terug een uitnodiging kreeg van Rotschaft, hij woont bij een begin in de woning waar ik dus ook gezeten heb, om zijn tekenwerk te krijgen, toen dacht ik van ja, het is wel heel bijzonder dat in zo'n complex iemand woont en je mag van kunstenaars vinden wat je vindt, daarom geen helderheid. Wat wel bijzonder was, dat ik wel vond dat hij prachtig mooi vakmanschap had in de tekening. En bij de feestelijke opening, toen we het erover hadden, heb ik gedacht van, dat is een bijzondere combinatie. En daar zouden we eigenlijk wat mee moeten doen. Dus ik ben opnieuw naar hem toe gegaan en gezegd, ik speel met de gedachte iets met kunst te doen. En laten we kijken of we wat kunnen. Dat kunstwerk, dat gaat net onthuld worden. En ik wil degene die dat gaat doen voor ons ook uitnodigen om dat te doen. Daarna verder ik het nog.